Luister, Wonka heeft iets nieuws bedacht. Wat dan? Dit noemt hij een smikkelend smakelijk reep. Smikkelend smakelijk reep? Hoe verzint hij het? Maar beste jongen, vraag je een vis hoe die zwemt? Nee. Of een vogel hoe die vliegt? Nee. Nee, Poppelepee. Dat doen ze omdat ze zo geboren zijn. Net zoals Willy Wonka geboren snoepmaker is. En jij een geboren Wonka snoepeter. Wie maakt van een sneeuwvlok chocoladevla? Met een doefje slagroom en een tipje chocola. Wie kent die man? Wie kent die man niet? Wie kent die man niet? Want hij maakt zijn zoetjes aan de hele wereld zoet. Wie vervult met slagroom elke kinderdroom? Toverpad met ijzers, het de kinderparadijs. Wie kent die man? Wie kent die man? Wie kent die man niet? Wie kent die man niet? Want hij maakt zijn zoetjes aan de hele wereld zoet. Willy Wonka pakt alles wat hij pakt in de mooiste rode wikkels. Tropolis of choco smikkels. Speculaas met gouden spikkels. Op een morgen een suikeren kasteel, karamel kan telen en een slotgracht van kaneel. Wie kent die man? Willy Wonka dus. Wie kent die man niet? Wie kent die man niet? Want hij maakt zo zoetjes aan de hele wereld zoet. Ieder woord smaakt zoet, omdat Wonka vindt dat het moet.